de ah. Houd de wacht bij dit hek. De verwachting van wat komen gaat maakt ons bijna gek. Verwacht de ah. Kijk, misschien alsof we hier maar wat staan. Maar als hij verschijnt, oh nou dan gaat hij eraan. Verwacht de ah. Yeah, we wachten af. Het is niet zo leuk als ik dacht. Dat het zo oerzijn was, had ik echt niet verwacht. We wachten af. En onze aandacht verslapt. En ook elkaar te gaan vervelen na een potje op af. We wachten af. Onze stad beleeft duistere tijden. De paniek neemt toe, treinen vertragen, het verkeer loopt vast en verontrusten mensen klagen. We gaan live naar burgemeester Meijer met een betrokken maar bizar bedreigingsbericht. Vanwege het niet kunnen vertrouwen op enige publieke tijdsaanduiding stel ik een avondklok in die aanvangt om... Wacht, hoe kan ik een avondklok instellen als ik niet eens weet hoe laat het is? Dit gaat fout. We moeten de Flake stoppen, maar hij laat maar op zich wachten. Oh, ik ben zo dom. Wat is er? Ik ben vergeten dit filmpje met danspasjes van pap te bekijken, terwijl ik de hele dag had kunnen oefenen toen we zaten te wachten. Je tijd goed verdelen is inderdaad een uitdaging. Nee, ik ben gewoon een fladderaar. Wacht eens even. Tuurlijk, zo gaan we hem verslaan. Omdat jij net zo'n fladderaar bent. Precies. Wat is zijn volgende doel? De provinciale zendmast. Die synchroniseert alle digitale klokken in de stad. Als de Flake die toren uitschakelt, wordt het chaos. We moeten er meteen naartoe. Nee, dat is juist wat de Flake wil. Dat wij ons gaan vervelen. Hij valt aan als we niet opletten. We moeten precies weten wanneer. Fred, heb jij de kaart van het gebied? Altijd een stap voor, Grietje. Zelf zou ik een kwartier te laat van huis vertrekken en dan hier bij de boerenmarkt allerlei gratis dingen proeven die ze uitdelen. Dan langs de haarstukjeswinkel om hier bij de dierenwinkel in de etalage te kijken. Met de wortel macramé plantenhangers. ESMC-kwadraat. Warme chocolademelk bij mevrouw Stoffels. Dan langs de Daar zitten 17 duiven op de hoek van de straat. Zeker weten 17.